Lekkere schilderen met Photoshop. Ik pak een lekkere bont kwast. En ja, dat is leuk. Iets groter. En ik ga gewoon schilderen. Vlakken. Dit wordt de achtergrond, dus hoef je niet druk te maken eigenlijk. Als het maar een beetje boeiend wordt. Een tweede kleur erbij. Ik gooi erbij oranje. En dan hopen dat hij... Ja. Hij neemt een klein beetje mee van de achtergrond, zie je dat? Ik zorg dat het beeld een beetje in evenwicht blijft. En nou mijn lievelingskleur. Roze. Zo vrolijk. Oh, dan moet je wel goed je best doen om het een beetje dikker te krijgen. Dekkend te krijgen. Nou, is dit denk ik... voorlopig wel goed. Nu ga ik naar wit. En ik ga 3 figuren tekenen. Behoorlijk nat. En ik ga ook mixen. Mixen betekent dat hij de achtergrondkleur meeneemt. Ik maak het perceel wat kleiner. En... ja, ik ga gewoon... Nou, mag misschien wel ietsje groter. He, want het is mooi om niet al te veel controle te hebben. Want je wilt dat het toeval in je werk meespeelt. Het is misschien wel leuk om hier een arm te doen. Hier wat breder, dan vindt hij wat meer... aansluiting aan het lichaam. Gewoon zoals een kind tekent, hè? Het hoeft anatomisch niet te kloppen. Oh, dit is ook wel vet, zie je dat? Laat ik even. Ja, het wordt een beetje goedkoop als je te veel doet. Je moet altijd een beetje uitkijken met effecten. Als je ze lekker vindt, dat je ze dan niet... enorm gaat uitbuiten. Hier, die slaan we de arm om die andere heen. Hup. Zo. En hier krijgen we nog een figuur. En dan gaan we nu eens met zwart die figuren. En hier moet je gaan uitkijken, want het moet gewoon niet te mooi worden. Het hoeft niet te kloppen. Oh ja, hier moeten we weer met een beetje... Want hij heeft hier die arm zo. Nou ja, komt zo wel. Nou, het hoeft. Kijkt die kant op. Die wil het niet zien. Nou komt het er eigenlijk op aan om... Nou gaan we gewoon... Nee, we laten hem zo nat. En dan komt het licht van rechts. Dus alles wat links is, dat...
maken met 100% nat en een behoorlijke mixer. Geven daar een... Dus hier valt een schaduw, hier schaduw, hier schaduw. Gewoon alles wat aan de linkerkant zit. Hier zit schaduw aan de onderkant. Even met dat doorwerken. Niet te precies, hè? Mag vaag. Zo. Nou gaan we even wat hoge lichten links zetten. Dus we mixen niks. En hij is ook niet nat. Oh, nou, laat maar staan. Het moet wit zijn. Je mag over de lijnen heen. Dus alles aan de rechterkant. Alles waar licht op komt. Bovenop die arm valt ook licht. Die laten we lekker opvallen, dus die is ook wit. Nou gaan we met hetzelfde doen, maar dan met zwart. Gaan we die lijnen nog eens een keer flink aanzetten. Oh joh. Ja, daar wil ik hem. Hop. Ja, had hij even moeite met geheugen, dan maakt hij er een streep bij die ik zelf niet bedoelde, laat ik gewoon staan. Nou ga ik eens een experiment doen, dan ga ik een selectie maken, gewoon met de vrije selectie tool. En dan maak ik hier een soort t-shirt. Die maak ik geel-groen, grasgroen, een vrolijk groen. Oh, mijn eerste mixer brush weer aandoen. En dan kan ik weer bij de kleur. En kijk, die doen we daar. Die maken we wel heel nat. Ik wil dat hij goed reageert met de ondergrond. En laat hem ook maar flink mixen. Vullen we dat zo in. Net alsof je met een schabloon tekent. En zo gaan we verder. Dan geef ook deze een shirt met wat langere mouwen. En die doen we rood. Eerst de mixerbrush aan. Iets feller rood, kan dat? Ja, hup.
Het wordt toch wel vuil door de kleuren eronder, dus dan kan je met nog wat fellere kleuren werken. Hup. Select, deselect. Nou, en die derde krijgt ook een. Die maken we heel keurig. Ik vind het met het zwarte mengen wel lekker. Je werkt gewoon eigenlijk met schablonen zo, hè. Die hoef je niet helemaal uit te knippen. Zo. Nou, lekker hoor. Iets minder nat. Helemaal niet nat zelfs. Dan gaan we even met die zwarte lijnen om de kleren doen. Maak je niet druk dat je het al te precies volgt, hè, want dat hoeft helemaal niet. Hier, die lijn nog even omtrekken zo. Nou, en dan wil ik schaduwen spuiten. Selecteren. Dus dan krijgen we er hier. Hier een schaduw. Ga ik naar de zwart. Dan wil ik niet helemaal laden, maar wel heel nat. Nog iets minder laden. En ontzettend mixen. Ik wil namelijk die achtergrond niet te veel verstoren. Zie je, houdt een heleboel van de achtergrond zo in tact. Ik vind het niet. Nou, ik moet bij die andere ook even doen, maar ik geloof dat ik het niet mooi vind. Soms kan dat dan heel erg meevallen als je het overal wel doet. Dus dat doe ik nou gewoon. En hier. Hier vandaan, zo, hup, hup. Nou, het geeft wel een soort dynamiek aan de tekening, zie je dat? Nou, experimentje af. Vriendschap.